Goedenavond allemaal. Welkom allemaal bij deze stream van Studium Generale. Mijn naam is Gary Shakarim en ik werk als programmamaker bij Studium Generale. En ik sta hier nu in een lege theaterzaal van de Bibliotheek Utrecht. Eigenlijk hadden we vanavond gepland om hier met publiek een film te kijken, Three Identical Strangers. Maar helaas, vanwege de coronamaatregelen, is het niet mogelijk om de film te kijken. Gelukkig hebben we een alternatief programma. Vanavond hebben we een lezing over de schimmige wetenschap, over de grenzen van wetenschappelijk onderzoek. Daar gaan we het vanavond over hebben. We organiseren deze avond samen met de Bibliotheek Utrecht, Studium Generale en de Integrity Thursdays van de Universiteit Utrecht. De spreker van vanavond die het gaat hebben over onderzoeksethiek is Jaap Bos. Hij werkt als wetenschapssocioloog bij de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. En afgelopen najaar, ik geloof in september of augustus, is een boek van hem uitgekomen dat gratis te bekijken is online over onderzoeksethiek. En in dat boek, dat staat helemaal chockvol met cases eigenlijk over onderzoeksethiek. En waar we het vanavond in combinatie met de film eigenlijk over wilden hebben, is in hoeverre strookt eigenlijk hetgene wat we vaak zien in films over onderzoekspraktijk, in hoeverre strookt dat nou eigenlijk met de realiteit? Want we hebben vaak het idee dat als je dingen ziet in films, dat het wel heel erg overdreven is of dat het misschien niet helemaal strookt met hoe de wetenschapspraktijk er in de realiteit uitziet. Maar aan de andere kant hebben we natuurlijk ook weer voorbeelden zoals het onderzoek van Diederik Stapel, waarvan blijkt dat dat voor een groot gedeelte uit de duim is gezogen, dat misschien de realiteit nog wel erger is dan wat we zien in films. Vanavond gaan we het daarover hebben. Ik wil daarvoor eigenlijk gewoon direct het woord aan Jaap Bos geven, die hier naast mij klaar zit, om daar meer over te vertellen. Kijk gerust mee vanuit huis. Als je vragen, opmerkingen hebt, dan kan je ze al delen in de chat. Aan het einde van de lezing is er voldoende ruimte om nog alle vragen die je hebt te stellen aan de spreker. En kunnen we met elkaar daarover in gesprek. Ik spreek jullie zo. Dankjewel Gary voor je inleiding. En dankjewel Studium Generale en de bibliotheek voor deze gelegenheid om iets te mogen vertellen. Wat ik hartstikke leuk vind. Over mijn eigen werk, dat inderdaad net uit is, dit boek. En ik heb een verhaal voorbereid. Daar ga ik iets over vertellen, wat ik voorbereid heb. En daarna ga ik het vertellen. Maar ik zal je vertellen hoe het tot stand gekomen is. Dat is een beetje gek natuurlijk, hè. Ik sta hier nu en ik was uitgenodigd om een verhaal te houden over een film die ik zelf gezien heb. Vorig jaar, geloof ik, is die uitgekomen. Of 2018 misschien al. En die maakte best wel veel indruk op mij destijds toen ik hem zag en ik vond hem mooi ook. Het is gewoon esthetisch een mooie film te zien. Ontroerend onderwerp en daar zou ik iets over gaan vertellen. Ik zou een inleiding geven en dan zouden we die film gaan zien. En dat leek me een goed idee en toen kwam corona en toen mochten mensen niet meer in de zaal zitten, maar zouden we die film toch laten zien. Nou, dat mocht ook niet. We konden de film zelf niet laten streamen. Dus toen werd besloten dat ik dan maar een verhaal zou houden ongeveer daarover. Dat ga ik doen. Ik ga toch iets over die film vertellen. Want u bent natuurlijk een beetje misleid, voelt zich nu. Hè? Er staat een meneer te praten over onze kritiek en we zouden naar Three Identical Strangers gaan kijken. Nou, ik ga er toch iets over vertellen, zodat u zich niet helemaal misleid voelt. En dan ga ik in het tweede deel van mijn verhaal ga ik in op de relatie tussen onderzoek en media en vooral televisie en film. Die werkelijkheden waar Gary net over had. En in mijn derde stukje van mijn lezing ga ik in op onderzoeksethiek. En dan ga ik een beetje in op de dilemma's en problemen die daar rond spelen. En we gaan kijken of we aan het eind die drie draadjes bij elkaar kunnen krijgen. Nou, dat is het doel van mijn verhaal voor vandaag. Op de achtergrond zien wij de subjecten van de film. En ik ga naar een volgend plaatje toe. Dat zijn de drie hoofdpersonen uit Three Identical Strangers, waar ik nu iets over ga zeggen. De hoofdpersonen zijn David, Bobby en Eddie, geboren in 1961. Toevallig hetzelfde geboortejaar als dat van mij. De film begint bij een van de drie, ik geloof dat het David is. Iemand vertelt David, hey, ik zag je gisteren daar en daar.
En David zegt, nee, dat kan niet, ik was daar niet. En die ander zegt, nou, maar ik weet het zeker, jij was daar. En dat is het begin van de ontdekking dat hij een tweelingbroer blijkt te hebben. En nou, dat is een grote ontdekking, hoe kan dat? Hè? Waarom heeft hij er nooit van geweten? Dat wordt natuurlijk een verhaal en de nieuws pikt dat op. Er komt groot in de kranten terecht. Jongen vindt zijn tweelingbroer toevallig. Ik geloof dat het op de universiteit is, als hij studeert, dus ergens als hij 20 is een beetje. En wat blijkt, het verhaal komt in de krant en er is nog een broer, nog een derde, een drieling dus, die identiek is aan die eerste twee. Het zijn echt identieke tweelingen, één eigen drielingen. Nou, dat wordt een groot verhaal en de media pikken het op. Dit wordt nog groter natuurlijk, komt op televisie terecht. We zien dan drie jongens en dat zijn hele charmante, hele lieve jongens die het leven omarmen en fantastisch blij zijn dat ze nu elkaar gevonden hebben. Daar begint die film mee. Wat geweldig hè, dat we nu elkaar gevonden. We hebben altijd het gevoel dat we iets gemist en nu zijn we weer bij elkaar. Ze ontwikkelt een prachtige vriendschap tussen die drie. Ze gaan dingen ondernemen, ze worden wat ouder, ze gaan een winkeltje beginnen of een bar of iets dergelijks. Groot succes, ze treden op in een film. Als drielingen. Nou, dus een mooi verhaal. Maar dan komt de tweede deel in die film. De vraag, hoe kan het eigenlijk dat die drie elkaar nooit gekend hebben? Dat is toch wel merkwaardig. Ja, dat is ook merkwaardig. Want het blijkt dan, ze zijn bij geboorte vondeling gelegd. Bij een vondelingbureau opgepikt. Louise Wise. En die hebben op instigatie van een psycholoog die drie jongens in drie gezinnen ondergebracht. Het blijkt ook dat zij in drie specifieke gezinnen zijn ondergebracht, waarbij de psycholoog heeft bedacht, ik wil één van die jongens in een lager sociaal-economisch milieu neerzetten, één in een middelklas gezin en één in wat hoger. En dan wil ik onderzoeken of er misschien verschillen ontstaan tussen die jongens en of dat toegeschreven kan worden aan Nature of Nurture. Dat was een debat dat in de jaren 60 speelde. En deze psycholoog die was daar razend geïnteresseerd in. En hij heeft die ouders nooit op de hoogte gebracht van het feit dat zij één uit een drieling hebben, nog dat ze deel uitmaken van een experiment. Dat is natuurlijk iets wat we tegenwoordig zeer zouden afkeuren. En wat je toen eigenlijk ook al zeer zou afkeuren. Maar dit zijn wel de jaren 60. Kritieken die geschreven zijn op die film is dat de documentairemakers iets te weinig rekening hebben gehouden met de ethiek uit die tijd. Nou, dat is wel een beetje terecht. Maar toch, het idee dat je deel bent van een experiment en dat je heel vaak onderzocht wordt. Want die jongens werden heel vaak bezocht door psychologen die zeiden, nou, hè, we doen onderzoek en we zijn geïnteresseerd in ontwikkeling en mogen we jouw kinderen bestuderen? Ja, dat mocht dan. En nooit werd ze verteld dat ze deel van een experiment waren. Dus het verhaal ontwikkelt zich in de loop van de tijd. En uiteindelijk krijgt het verhaal ook een tragische wending, want het blijkt dat die jongens toch wel heel erg onthecht zijn. Hè, ze hebben in hun jeugd toch wel wat gemist. Een van de jongens pleegt zelfmoord. Voor de mensen die de film willen zien, sorry, een spoiler. En die andere twee groeien uit elkaar. Ze worden geïnterviewd, die twee die over zijn gebleven worden geïnterviewd. En ze voelen zich ook een klein beetje, misschien wel een behoorlijk misbruikt door die onderzoeker. Een van die jongens zegt op een gegeven moment zelfs in de film, dit is nazi-stuff. Die documentairemakers zijn op zoek gegaan naar de bronnen van het onderzoek. En dat is, gaan we even naar de uitvoerder van het onderzoek kijken. Dat is Pieter Neubauer, Oostenrijkse-Amerikaanse psycholoog, die in 1913 geboren is, 2008 overleden, dus voordat de film werd gemaakt en uitgebracht. Een man die zelf aan de nazi's is ontsnapt en in de jaren 40 in Amerika terechtkwam, psycholyticus was van huis uit, gewerkt heeft met Anna Freud, best een vooraanziende psycholoog, die bovendien als een van de eerste onderzoek gedaan heeft naar de impact van televisiegeweld op jonge kinderen.
Een paar lijntjes komen al bij deze figuur samen. Nou, die man heeft dat dus het onderzoek bedacht en hij heeft ook nog wel meer tweelingen in dat onderzoek betrokken. Maar hij voelde wel dat, dat best wel controversieel was en hij heeft over het onderzoek nooit iets gepubliceerd. Hij ging dood en al die data van het onderzoek, alle interviews, alle observaties van die kinderen, alles wat ze hebben genoteerd, ligt allemaal achter slot en grendel tot 2065. Met andere woorden, als die jongens ruim de 100 zijn gepasseerd, dus waarschijnlijk al zijn overleden. En ook de filmmakers kregen nauwelijks toegang tot, of geen toegang tot die data. Dus daar is iets vreemds aan de hand. En in de film, in de documentaire, wordt die man ook een beetje neergezet als die krankzinnige onderzoeker in Dr. Strangelove, die u misschien gezien heeft. Film uit, ook een beetje uit die tijd, waarin een onderzoeker, ik geloof een neutronenbom moet ontwikkelen en de vraag is dan, is dat niet gevaarlijk? En die man die ook een Duitse achtergrond heeft, onderzoeker in Dr. Strangelove, die zegt, it's not very difficult, mein Führer, sorry Mr. President. Nou ja, en hij wordt een beetje zo als dat typetje neergezet, de psycholoog als een levensgevaarlijke gek. Dat is wat de indruk die je dat is de indruk die je hebt als je die film, als je de documentaire The Three Identical Strangers gezien hebt. En daar wil ik nu een beetje op ingaan, op die gedachte. De psycholoog als karakter in een film, maar ook het onderzoekssubject als karakter in een film. Dus daar gaan we in het tweede deel van mijn praatje gaan we daar even naar kijken. Want er zijn nogal wat films geproduceerd in de loop van de jaren waarin psychologen een rol spelen en waarin zij een bepaald soort karakter krijgen. We zien op de achtergrond zien wij een paar posters van films zien wij in beeld. En daarin zien wij bijvoorbeeld een hele vroege film waarin, dat is het kabinet, dat is Dr. Caligari, waarin een psycholoog, een van de eerste psychologen uit het begin van de 20e eeuw, een soort helderziendheid heeft. En hij kan dwars door de mensen heen kijken en vanuit die, die gave, natuurlijk heel erg overdreven en filmisch gemaakt natuurlijk, vanuit die gave kan hij mensen besturen en natuurlijk loopt het allemaal verkeerd af. Dus dat is een zeer gevaarlijke psycholoog die we tegenkomen. Al meteen aan het begin van een van de eerste films die gemaakt is, komen we tegen. Nou, andere beroemde films waarin de psycholoog een soort, toch wel een behoorlijk slecht karakter krijgt, is natuurlijk in de One Flew Over the Cuckoo's Nest. Ja, een beroemde film over, uit de jaren 60 ook, waarin de psychologen de arme gekken die eigenlijk normale mensen zijn, proberen onder te houden, medicatie en Jack Nicholson, de hoofdpersoon in die film, daar loopt het ook slecht mee af. Hij krijgt een lobotomie, zijn geest wordt er midden geknipt, zijn brein wordt er midden geknipt. Dat is dus ook een voorbeeld van een slechte psycholoog. En er zijn nog een paar die ik hier heb in beeld heb gebracht. Ik ga ze niet allemaal bespreken, maar een van de laatste is een film over een therapeut en die brengt cliënten bij elkaar en ook die therapeut heeft een hele slechte invloed op zijn cliënt, op de mensen die hij behoort te behandelen en die hij razend slecht behandelt. Nou, dus het karakter van een psycholoog kan in die films, ik zeg niet dat dat altijd gebeurt, maar kan in die films nogal eens voorkomen als een soort evil genius die de mensen manipuleert en zeer onethisch is. Nou, dat is wat we tegenkomen in een aantal van die films. En bottom line is dat de ethiek er zeer onder leidt. En dat wordt ook uitvergroot in die films. We gaan even kijken naar de werkelijkheid. Waarin die psycholoog onderzoek doet. En dan zien we een aantal interessante dingen optreden. Die psycholoog die lijken zich een beetje te houden aan dat karaktertypetje dat voor ze is uitgestippeld in die films. We kennen natuurlijk allemaal het beroemde onderzoek van Milgram, het schok-experiment onderzoek, waarin proefpersonen andere proefpersonen schokken moesten toedienen, moesten martelen in feite, tot de dood erop zou volgen.
dat gebeurde niet echt. Die personen die werden gemarteld waren helemaal geen proefpersonen. Dat waren medewerkers van de onderzoeker. En die speelden een rol. Die moesten dan bij een bepaald aantal schokken moesten zeggen, auw, en stop, en ik wil niet meer. En de echte proefpersoon, die dus die schokken moest toebrengen, die wist niet dat het gespeeld werd. En die werd dus in een rol geduwd, waarin die een ander hele slechte dingen moest toedoen. Ja, de psycholoog is hier natuurlijk de manipulator, degene, de Zimbardo. Milgram, is degene die hier die rollen heeft uitgezet. En zijn arme proefpersonen in een onethische situatie brengt. En daar kwam ook heel veel kritiek op toen die onderzoek uitkwam. Zeiden ze, ja, maar wat is eigenlijk de bedoeling van het onderzoek, wat je vraagt? Nou, historisch onderzoek heeft laten zien dat die Milgram in feite een soort bananensplitachtige formule heeft gebracht. Hij was heel erg geïnteresseerd in de televisie en vooral in de bananensplit televisie, de practical jokes die op televisie worden uitgevoerd, waarbij de gewone burger in het ootje werd genomen. Dat vond hij prachtig en in feite heeft hij die formule gebruikt. Hij heeft een onschuldig slachtoffer genomen, in een situatie gebracht. En die was vooral dramatisch, die situatie. Dat was een leuk voor de kijker. Hij heeft ook gefilmd en was de bedoeling om hier dit uit te vergroten. Maar het onderzoek, nou, daar waren de reviewers van zijn stuk niet erg overtuigd van dat dit nou goed onderzoek was. Dramatisch, ja. En gaf het antwoord op de oorspronkelijke vraag die hij wilde weten, waarom mensen mee hebben gedaan aan Nazi-Duitsland. Het onderzoek komt uit in de jaren 60. Lag nog vers in het geheugen, de gruwelen van de nazi's. Waarom deden mensen dat? Daar wilde hij eigenlijk antwoord op geven, maar dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft er een soort spel van gemaakt. Eigenlijk een soort toneelstuk. Hetzelfde kun je een beetje zeggen voor het Stanford Prison Experiment, dat ook hier in een plaatje terug te vinden is op de achtergrond, van Zimbardo, waarin jongens, studenten, in een situatie worden gebracht. Twee groepen. Eén groep is gevangen, de andere is bewaker. Zimbardo wilde weten of dit soort situaties waarin je rollen speelt tot devaluatie leidt, dus tot ontmenselijking. Nou, dat gebeurde inderdaad en het gebeurde in rap tempo. Het was al heel snel zo dat die bewakers van hem zijn gevangenen, het waren geen echte gevangenen natuurlijk, slechter gingen behandelen, gingen treiteren en gingen maltrateren. Nou, dus dat ging zelfs zo ver dat op een gegeven moment dat experiment moest worden stopgezet. Om ethische redenen, dat ging te ver. Dat zag zelfs Zimbardo in en die schreef er ook over. Maar wat we nu weten, nadat het opnieuw historisch is bekeken, dat mensen die data opnieuw zijn doorgegaan, is dat Zimbardo die bewakers van hem heeft toe aangezet om die gevangenen, die pseudo-gevangenen, slecht te behandelen. Hij heeft ze een rol gegeven. En ja, opnieuw kun je afvragen, wat is hier eigenlijk nou het onderzoek en wat is hier eigenlijk het spektakel dat is opgevoerd? Hè? Net als bij het Milgram-experiment zou je kunnen, het Zimbardo-experiment kunnen zeggen, veel meer spektakel dan onderzoek. Een opvoering was het. Veel meer dan een zuiver wetenschappelijk onderzoek. En opnieuw is de psycholoog hierin eigenlijk een soort evil genius. Degene die achter de schermen aan de touwtjes trekt en zijn arme proefpersonen in een onethische situaties brengt. Er zijn nog een paar die ik niet allemaal ga behandelen vanwege de tijd, maar je kan kijken naar het onderzoek van Bandura, maar ook naar het bystander effect. Het bystander effect, dat ik heel even zal noemen, dat is een beroemd onderzoek waarin opnieuw mensen in een situatie worden gebracht waarin iets geks gebeurt, wat eigenlijk buiten de normen gaat, en ze vragen hoe gaan ze reageren. En opnieuw is het alsof er een televisiecamera naar die mensen kijkt en alsof je deel bent van een televisiespel. En de rollen zijn voorgeschreven. Ja, dat is toch wel iets waar onderzoekers, sommige psychologen in ieder geval, dol op zijn. Dit soort situaties. Maar het zijn onethische situaties die worden gecreëerd. Nou, dat is de psycholoog. Andersom is er ook iets geks aan de hand. Namelijk dat de televisie
de televisiewerkelijkheid, vooral de televisiewerkelijkheid, films minder, de televisie vooral, dol zijn op dit soort situaties. Die bootsen psychologisch onderzoek weer na. Daar waar de psycholoog de televisie nabootst, daar bootst de televisie de psychologische werkelijkheid na. Dat zie je in reality televisie formats, waar mensen bij elkaar worden gebracht in een huis, worden opgesloten quasi, net als in het geval van Stanford Prison Experiment, en met elkaar moeten omgaan. En psychologen worden ingehuurd om karakters bij elkaar te zoeken die met elkaar gaan botsen, want dat is spektakel. Dat is leuk. Hè? We zetten een boerenkinkel naast een watje, naast een vrouw, dominant, weet ik veel, verzamel iets bij elkaar en je krijgt vuurwerk. Dat is wat de psycholoog moet doen en dat doet hij ook. Dus de televisiewerkelijkheid is er één die het psychologisch onderzoek nabootst. Een ander voorbeeld daarvan is het spel de Golden Balls, dat een paar jaar geleden in Engeland is uitgezonden. En dat is niks anders dan een psychologische formule die ze gebruikt hebben, letterlijk. In de psychologie is er een beroemde theorie, die heet... game theory. En er wordt gebruik gemaakt van situaties waarin mensen tegen elkaar worden opgezet, keuzes moeten maken. En die keuzes die kunnen dan in hun eigen belang zijn of van een ander. En dat hebben ze, precies die werkelijkheid hebben ze in dat spel nageboot. Ze hebben mensen in een situatie gebracht waarin je een keuze moet maken voor het verdelen van geld. En dat is in de rationele keuzetheorie, is dat precies wat er gebeurt. De game theory, rationele keuzetheorie, ligt in elkaar verlengd. Dus die mensen moeten dan geld verdelen. En net als in de game theory heb je verschillende uitkomsten. In de Golden Balls is de uitkomst, je kan het geld houden of verdelen. En als je het houdt en de ander zegt laten we het verdelen, dan krijg jij al het geld. En als je allebei zegt laten we het verdelen, dan wordt het keurig verdeeld. En als je allebei zegt laten we het houden, laat ik het houden en de ander krijgt niks, dan krijg je niks. Dus hier krijg je een hele spannende situatie, want iedereen is erbij gebaat om het geld te willen houden, maar niemand wil die ander willen voor, niemand wil dat je niks krijgt. Maar je wil toch liefst het meeste krijgen. Dus het is een beroemd dilemma dat in de game theory zichtbaar is en dat hier botweg wordt uitgebuit alleen maar voor het effect. Het is prachtig, hè, wanneer twee mensen tegen elkaar zitten en ze proberen elkaar te overtuigen. Ja, nee, ik ga het geld wel met jou delen. En die ander zegt, ja, dat ga ik ook doen. En dan moeten ze hun keuze onthullen en dan blijkt dat de een heeft gezegd, ik ga het geld delen. En de ander zegt, nee, ik hou het lekker zelf. Die krijgt dan al dat geld en diegene die zo naïef was om die ander te geloven, die kijkt op zijn neus. En dat is natuurlijk prachtig televisieformat. Maar het is letterlijk psychologisch onderzoek. Dus je ziet dat psychologie, psychologisch onderzoek en televisiewerkelijkheden sterk met elkaar verbonden zijn. Of sterk met elkaar verweven zijn. Dat levert spektakel op, zeker. Maar de vraag is of we dat moeten willen. En het is onethisch in the first place. Dat waren mijn opmerkingen over psychologie en televisiewerkelijkheid. Ik wil nu in het derde deel van mijn praatje het gaan hebben over onderzoekethiek. Want we hebben al gezien dat mensen gebracht worden in onethische situaties. Dat gebeurt in onderzoek, dat gebeurt in de televisiewereld. Die twee liggen elkaar eens verlengde. Maar de bottom line is dat het onethisch is. Dat er dingen gebeuren van je afvragen, zou je dat wel moeten willen? Is dat wel oké? Nou, het antwoord is nee. En waarom doen we dat dan toch? Waarom zijn we zo tuk op dit soort dingen? Daar wil ik een paar dingen over zeggen. En dan ga ik de drie lijntjes bij elkaar brengen. Dat is denk ik mijn verhaal voor vanavond. Waar ik mee ga beginnen is dat ik iets ga vertellen over de proefpersoon. Het karakter van de proefpersoon, daar is iets mee gebeurd in de loop van de 20e eeuw. Toen wij onderzoek zijn gaan doen als psychologen, zijn we na gaan denken over, ja, wat voor soort mensen willen we dan hebben die deelnemen aan ons onderzoek. De proefpersonen heette dat. Tegenwoordig heet dat geen proefpersoon meer, tegenwoordig heet dat een onderzoeksparticipant. En daarvoor heette het subject. En die termen zeggen iets over ons veranderende visie op die participant. Daar ga ik iets over zeggen. Daar ga ik iets over zeggen over de onafhankelijkheid van de onderzoeker. Die best wel onder druk is komen te staan. En tenslotte ga ik iets zeggen in het derde deel van mijn praatje over manieren om die ethiek te bewaken. En of dat genoeg is. Of we daar
of we daarmee kunnen volstaan. Dat is wat ik in het derde deel wil doen. Nou, dan ga ik beginnen met die onderzoeksparticipant. Of ook wel de proefpersoon. Daar is iets mee gebeurd in de loop van de eeuw dat psychologen onderzoek doen. De 20e eeuw en nu de 21e eeuw. Eind 19e eeuw begon psychologie gebruik te maken van andere mensen in hun onderzoek. Er ontstond ook eigenlijk psychologie echt in het laboratorium. Nou, eerst waren de bewoners van de laboratoria waren dat nog gewoon de hoogleraren zelf. En die hadden een idee en die dachten, laat ik dat ze het uit gaan proberen. Vaak zelfs op zichzelf. Die gingen dan kijken of een of andere idee, of ze dat konden uitvoeren. En dan gingen ze bij zichzelf meten of er iets gevonden kon worden. Of soms een vrouw, want die was dan toch wel even in de nabijheid. De kinderen lagen op bed, dus die konden wel eventjes meewerken. Of soms de kinderen zelf. Ontwikkelingspsychologen hebben in het begin hun eigen kinderen onderzocht. En dat wordt ook met naam en toenaam worden die opgevoerd in de boeken van Stern. Worden die kinderen genoemd. En dat is nog zeer... Dus de relatie tussen onderzoeker en onderzochte, tussen onderzoeker en proefpersoon, is zeer nabij. Dat verandert langzaam maar zeker. Dat heeft Kurt Danziger laten zien in een prachtige studie, al wat ouder. Constructing the Subject heet die studie. En daarin laat hij zien dat we langzaam maar zeker afstand zijn gaan nemen van dat subject, van die proefpersoon. Eerst hebben we bedacht, nou goed, laten we eens kijken of we niet wat meer objectieve data kunnen verzamelen. Want die vrouw en die kinderen en die hoogleraar zelf, ja, die zijn bevooroordeeld. Laten we eens kijken of we dat niet... Wat meer afstand kunnen nemen van. En daardoor gaan we dus, laten we zeggen, professionele proefpersonen inhuren. Dat zijn dan studenten of mensen die betaald worden om deel te nemen aan het onderzoek. En dat is de eerste stap. De tweede stap is dat we willen dat die mensen eigenlijk zo min mogelijk menselijke kwaliteiten hebben. We willen hun geest onderzoeken, hun reactievermogen, hun sociale vermogen, hun intelligentie. En daarvoor willen we eigenlijk niks anders dan dat weten. En dus proberen we het menselijke uit te sluiten. We nemen een heleboel proefpersonen, maar die noemen we tegenwoordig subject. Tenminste, die zijn we subject gaan noemen. Mensen die ontdaan zijn van hun menselijkheid, dat zijn subjecten geworden. En die subjecten die nemen deel aan het onderzoek alleen maar qua van hun vermogen om te reageren op iets. Maar hun andere kwaliteit, hun menselijke kwaliteiten, dat wat ze nou juist interessant maakt, dat wordt langzaam maar zeker buiten boord gebracht. En datzelfde vind je ook, die beweging beschreven, vind je ook in een boek van Michael Billick. Met de prachtige titel How to Learn to Write Badly. En dat gaat over hoe psychologen hebben geleerd om hun onderzoekssubjecten te behandelen als ontmenselijke dingen. We zijn niet geïnteresseerd in de proefpersoon daarachter, we willen niet weten hoe die heet. En tegenwoordig mag je niet eens meer weten hoe je proefpersoon heet. Dat moet allemaal worden geanonimiseerd. Dus dat zetten we allemaal erbuiten. En dan gaan we een construct maken, zou Danziger zeggen. Een construct maken van het onderzoekssubject. Die geheel en al ontdaan is van al het menselijke. En dat ga je onderzoeken in je psychologische praktijk. Dus een proefpersoon, een subject, een onderzoeksparticipant zou ik nu noemen, die helemaal geen menselijke kwaliteiten meer heeft. Alleen nog maar voldoet aan een aantal criteria die jij hebt bedacht. Die nodig zijn om jouw probleem te onderzoeken. Dat is wel een beetje vreemd, zou je kunnen zeggen. Die beweging waarin de mens, die je toch eigenlijk als onderzoeker zou moeten willen kennen, helemaal erbuiten schuift en alleen nog maar overhoudt kenmerken van iets dat je hebt geabstraheerd. Laten we zeggen resilience, je uithoudingsvermogen. Maar niet de persoon die resilient is, nee, het resilience zelf. Ja, dat is natuurlijk een manier om te kijken naar onderzoek. Maar het is ook, zegt Billick en zegt Danziger, het is ook een dehumanisering van het subject. Dat vind je in deze boeken terug die hier
die zijn genoemd, worden genoemd in de dia achter mij. En ik kom even terug op het onderzoek van Milgram. Het historisch onderzoek dat de oorspronkelijke data heeft onderzocht van Milgram, die dat experiment naar die schokken heeft gedaan. En wat blijkt dan? Dat ook Milgram zich zeer bewust was van het feit dat hij subjecten nodig had die zo min mogelijk die menselijke eigenschappen moesten hebben. Hij was alleen maar geïnteresseerd in hun vermogen te reageren op iets. En wat hij gedaan heeft, dat hij scripts heeft klaargelegd voor zijn onderzoekssubjecten. Als zij bijvoorbeeld, als de schok moesten toedienen en de zogenaamde andere onderzoeksproefpersoon riep dan volgens het script: "Au! Of stop ermee." En die proefpersoon zei: wacht eens even, dit is niet goed. Dan ging hij naar de proefleider toe en zei hij: ik hoor nu van de ander dat hij het niet leuk vindt. Lag er een script klaar. Nou, het script werd voorgelezen. Er stond dan: het onderzoek vereist dat u doorgaat. En als die proefpersoon opnieuw zei: maar ik weet niet of dat wel goed is, dan stond er weer een script klaar. Dan stond er: u dient gewoon door te gaan. Pas als de proefpersoon drie keer had gezegd, zoals laten we zeggen in het Bijbelse verhaal, drie keer had de haan gekraaid, drie keer had gezegd: ik wil dit niet, dan pas mocht hij uit het experiment stappen. Dan pas werd hij gezien als als iemand die ertoe deed. Maar voor het overige moest hij aan een script voldoen. En die scripts lagen al klaar. En dat is in die studie van Gina Perry is dat heel mooi naar voren gekomen. Dat die persoon er niet toe doet. Nou, dat levert je dan een visie op het subject, de onderzoeksproefpersoon, die onderworpen is aan een geschripte werkelijkheid, waarin de rollen voor hem klaar liggen, waar hij niet kan ontsnappen. Denk aan die drie jongens waarmee het verhaal zijn begonnen. Voor hun lagen ook rollen klaar. En zij trachten ook eraan te ontsnappen en dat lukte niet. Nou, datzelfde geldt voor onze proefpersonen. Voor hun liggen rollen klaar en daaraan ontsnappen, dat vereist heel veel moeite. Ze zijn anoniem geworden, ze doen er niet meer toe. Oké, ik ga een beetje op mijn tijd letten. De kwetsbaarheid van die mensen, dat is een vraag. En de rechten die ze hebben, dat is een issue waarmee wij de laatste tijd ons zijn gaan bemoeien. Dus dat is die ethische aspecten die zijn in dit soort onderzoeken boven komen drijven. En daar zijn we ons verwonderen. Nou, verwonderen, daar zijn we ons mee bezig gaan houden en hebben we getracht om daar antwoord op te geven. Ik wil nog twee dingetjes doen, maar ik heb niet heel veel tijd. Dus ik ga het volgende onderwerpje iets korter behandelen. Dus het tweede onderwerpje van het derde deel van mijn lezing. En dat gaat over onafhankelijkheid van onderzoeker. Dus de proefpersoon hebben we nu gezien en die wordt in rollen gedwongen. En waar die lastigheid kan ontsnappen. Nou, een soortgelijk verhaal wil ik over de onderzoeker vertellen. Die ook te maken krijgt met rollen waar die lastiger aan kan ontsnappen dan vroeger. Met vroeger bedoel ik, nou, ook begin 20e eeuw, toen sociologen, bijvoorbeeld Weber, schreven over wat is de taak van onderzoeker, onafhankelijk zijn. Je moet je niet in de discussies gaan bemoeien, je hebt een taak om zuiver onafhankelijk onderzoek te doen. Die taak is veranderd. We spreken tegenwoordig van een triple helix, waarin de wetenschapper, het bedrijfsleven, de industrie en de politiek een groot verweven geheel zijn gaan vormen. En waarin wij, onderzoekers, onderworpen zijn aan allerlei invloeden, onder andere die van de media. Het is belangrijk dat jouw onderzoek op wordt gepikt. Gary noemde het aan het begin, Diederik Stapel, een van zijn motieven was om de zaak te belazeren. Het was dat hij met sexy onderzoek in de picture kwam. Wel, die verleidingen om in die triple helix waarin je waarin je opgesloten bent in rollen, ja, de verleidingen om dan te gaan doen wat anderen vinden dat goed is, die zijn groter dan ze vroeger waren. Het model van triple helix vind je hier op de achtergrond. Je ziet die drie invloedssferen en wij zitten in die invloedssfeer opgeslokt. En de media spelen hierin een rol. Conflict of interest is een van de kwesties waarin we
waarin wij als onderzoekers, waarmee wij onderzoekers te maken hebben. Hoe behouden wij onze onafhankelijkheid? Hoe zorgen we ervoor dat wij niet in die rollen stappen van manipulator? Fake news is een kwestie die ik aan de orde zou kunnen stellen, maar die ik voor een ander keertje zal bewaren. Hè, wat is onze taak in het politieke debat om mee te doen aan die vraag of niet? Moeten we ons verzetten tegen dit soort dingen? Moeten we politieke standpunten innemen? Dat zijn vragen die we allemaal die we ons moeten gaan stellen sinds wij veel meer in het maatschappelijke en ook het politieke veld betrokken zijn geraakt. We kunnen daar niet meer ons zomaar aan onttrekken. Maar daarmee zijn onze rollen complexer geworden. Ik ga naar het laatste deeltje van mijn verhaal vandaag. Dat is controle op het onderzoek. Sinds een jaar of 20 zijn we denk ik serieus bezig gaan nadenken over hoe we dan ervoor kunnen zorgen dat wij onderzoekers niet vervallen in dat onethische onderzoek, dat wij onze verantwoordelijkheid nemen, dat we die proefpersonen recht doen. En dat doen we via zogenaamde IRB's. Dat zijn Institutional Review Boards in het Engels. En in het Nederlands heet dat Ethische Toetsingscommissie. Ik zit er zelf in, dus ik weet ongeveer hoe dat werkt. En hoe werkt dat dan? Nou, je bekijkt een onderzoeksaanvraag van een collega en je onderzoekt of die voldoet aan ethische voorwaarden. En als niet, dan geef je een commentaar op. Je zegt, nou, ik vind dat je eigenlijk te weinig rekening houdt met confidentiality. Met hoe gevoelige informatie van de proefpersoon verwerkt wordt. Of opslag van data. Wie krijgt toegang tot jouw data? Mag iedereen dat zomaar zien? Of niet? Er zijn allerlei mechanismen in het leven geroepen die helpen om zo'n IRB haar taak te laten vervullen. En ik vind dat een prachtig instrument, maar ik zie daar ook een beetje de nadelen van. En dat denk ik zal voor mij het laatste deel van mijn verhaal zijn. Er zit een ethics creep in. Dat is in dit plaatje naar voren gekomen. Er zit een idee in. Ethics creep is het idee dat die institutionele mechanismen die de ethiek moeten bewaken een eigen leven zijn gaan leiden. En het eigen leven betekent dat ze de mogelijkheden en onmogelijkheden van de onderzoeker te veel zijn gaan beperken. Te veel condities en voorwaarden zijn op gaan leggen aan de werkelijkheid van de onderzoeker die dan zich daardoor totaal gemanipuleerd voelt. Dat is denk ik wel een gevaar van het ethisch controleren. Wat nodig is, wat hebben we gezien uit onze voorbeelden. Het is absoluut nodig. Maar is dit nu het antwoord? Nou, zeker is het een antwoord. Maar is het antwoord? Laten we het stukje bij elkaar nemen. Dat mag nog wel in 2 minuten. Dat mag nog wel. Dankjewel. We hebben gezien hoe 3 jongens ongewild en ongevraagd deel werden van een experiment. En dat ze daar eigenlijk niet aan kan ontsnappen. Dat was hun tragiek. We hebben gezien hoe psychologische onderzoekers en televisiewerkelijkheid streng in elkaar verweven raakten. En dat de bottom line daarvan was dat het totaal onethische soort narratief ontstond, waar ook die onderzoeker en de televisie blijkbaar niet aan kunnen ontsnappen. En nu, derde deel van mijn verhaal, zijn we terechtgekomen bij IRB's en die lijken ook een soort werkelijkheid te presenteren waaraan het heel moeilijk is te ontsnappen. Want die werkelijkheid die zit vol met regels en voor je het weet zeg ik ook tegen mijn collega, ja, Ik heb naar je voorstel gekeken, allemaal reuze interessant, maar ik vind dat je die en die en die 2 regeltjes, daar moet je nog wat aan doen. En dat doen ze dan braaf, want ze zullen wel moeten. Dus ook de IRB creëert een soort werkelijkheid waaraan we maar heel moeilijk kunnen ontsnappen. Een gescripte werkelijkheid, hè? De werkelijkheid die door regels ontstaan is en gedreven wordt en waarin wij als onderzoekers, waarin de onderzoekssubjecten als deelnemers van het onderzoek, rollen krijgen. Maar die rollen zijn niet de rollen die je in het leven inneemt. Ik zou willen dat we zouden nadenken over manieren waarop we de scripten terug kunnen krijgen, waarop we die zelf kunnen gaan schrijven, waarop we kunnen ontsnappen aan de verhalen die wij maken met dit soort institutionele mechanismen. En dat we daarin een zelfstandige, autonome
verantwoordelijke rol kunnen gaan spelen in plaats van dat we die laten beheersen door mechanismen die we zelf gecreëerd hebben, maar die ons het leven een klein beetje zuur lijken te maken. En dat lijkt mij voor vanavond wel eventjes genoeg. Dank voor uw aandacht. Dankjewel, Jaap. Ja, normaal gesproken is dit altijd het moment dat het publiek kan applaudisseren. Er is geen publiek, dus ik hoop dat de mensen thuis hun dank of hun reacties in de chat willen delen met ons. Dan kan ik ze doorgeven. Er zijn tijdens je verhaal zijn er al een aantal vragen binnengekomen. Dus voordat we daar direct mee beginnen. Miesje Bouwman vroeg, komt dit soort onderzoek ook voort uit het idee dat de mens maakbaar is? En dus het psychologisch onderzoek, een beetje dat scripten, komt dat ook een beetje, heeft dat te maken met het een bepaalde veronderstelling dat de mens maakbaar is? Ja, mooie vraag, Miesje. Zeker zijn de psychologen er lang van uitgegaan dat de werkelijkheid maakbaar is. Dat wij de mechanismen kunnen vinden die ten grondslag liggen aan ons gedrag. En als je die mechanismen kent, kan je ze natuurlijk besturen. Kan je zeggen, oké. Deze figuur heeft te veel van dit en moet eigenlijk wat meer die kant uit gaan. Laten we hem zo een zetje geven. Dan gaat hij die kant uit. En nudging's onderzoek gaat daar nog steeds van uit. Hè. Die zegt, oké, mensen moeten zich wat ethischer gaan gedragen. Dat doen ze niet, weten ze eigenlijk ook wel. Maar het lukt gewoon niet. Laten we dan een hobbeltje geven en dan gaan ze vanzelf de goede kant uit rollen. Ja, maakbaarheid van de mens en de samenleving lijkt inderdaad een zeer belangrijke drijfveer te zijn. Ja, zeker. En is dat iets dat want het onderzoek waar je naar refereert is ook onderzoek uit de jaren 60. Ja. We leven ondertussen 2020. Is dat idee veranderd? Zit daar een bepaalde ontwikkeling in? Of? Nou, kijk, dit onderzoek van Milgram zou je nooit meer door een ethische commissie krijgen. Daar zorg ik dan wel voor als lid van de ethische commissie. En al mijn collega's. Er staat tegenover dat de gedachte daarachter, dat je een subject hebt dat in een rol wordt geduwd, mm-hmm. Waaraan hij niet zo goed kan ontsnappen, nog steeds overeind is. Dus het bystander effect wordt nog steeds onderzocht. Het is een hele groot onderzoeksterrein waarin dezelfde formule wordt gebruikt. Hè. We gaan iemand in een laboratorium neerzetten, die weet niet dat hij geobserveerd wordt, die weet ook niet dat iedereen om hem heen een script speelt. Mm-hmm. Hij weet niks, maar anderen weten alles. En dan wordt er gekeken hoe reageert hij als iemand een portemonnee steelt of een boer laat of whatever. Weet je wel? Dat is niet veranderd in essentie. Dus de opzet van het onderzoek is wel ethischer geworden. Maar de gedachte dat je mensen een rol kan opdringen waaraan ze eigenlijk niet kunnen ontsnappen. En waarin ze anoniem zijn en onmenselijk zijn. Dat is sterker geworden dan ooit. Dankjewel. Ik denk dat dit een beetje aanhaakt aan een andere vraag die werd gesteld. G. Bot vroeg, er wordt heel absoluut over ethisch, onethisch gesproken. Maar wie of wat bepaalt wat onethisch is? Of ethisch is? Ja, en dan denk ik ook de interessante vervolgvraag die daarbij aanhaakt. Hebben tijd, cultuur, geloof, ik vul zelf even aan, land waar je woont, hebben die daar ook invloed op? Het is een goede vraag om te beginnen. Dit zou eigenlijk een lang college veronderstellen over ethiek. En dat gaan we natuurlijk niet doen. De kijker die denkt, ja, een mooie boel is dat. Dan krijgen we nog een college. Dat gaan we niet doen. Mm. Maar, tenminste twee opmerkingen. Eén is dat ik heb nu allerlei onderzoek laten zien waarvan we allemaal weten dat het zeer onethisch is. En dat het eigenlijk aan alle voorwaarden niet voldaan heeft van goed onderzoek. Dan zou je in de veronderstelling kunnen raken dat er heel veel onethisch onderzoek en dat de rest wel oké is. Dat er een zwart-wit scheiding is tussen goed en kwaad. En dat is niet zo. Er is zeer onethisch onderzoek en er is zeer ethisch onderzoek dat helemaal aan alle voorwaarden voldoet. En daartussen heb je een best groot gebied van onderzoek waarvan je kunt zeggen, ik weet eigenlijk niet wat ik ervan moet vinden. Het is een grijs gebied. Dus in ethiek in het algemeen, en in het onderzoek, onderzoeksethiek in het bijzonder, heb je een gebied dat vrij groot is, waar je vragen kunt stellen en waarvan ik ook vind dat we die vragen moeten stellen, of dat wat we doen eigenlijk wel oké is. Mm-hmm. En dus er is geen zwart-wit scheiding tussen goed en kwaad. En dan niet zo absoluut. Mm-hmm. En dan de vraag, is het cultuur en tijd gebonden? Nou, Is onderzoek, zou je als psycholoog onderzoek bijvoorbeeld in Nederland kunnen doen
wat dan niet hier door de ethische commissie heen komt en bijvoorbeeld in Amerika of elders in China wel. Of in Rusland nou, wel kan zijn, gebeuren. Er zijn verschillen in onze culturen, waarbij sommige landen strengere normen hebben. Dus waar dan inderdaad de vraag is, wat zij daar doen, zouden wij dat wel goed vinden of omgekeerd? Dat is zo. Mm-hmm. En in tijd kun je het zeker zien. Hè? Dus dat, wat onderzoek hebben besproken op de jaren 60 nu, voor een groot deel. Die vragen die werden toen wel gesteld, van is dit wel ethisch wat die mensen aan het doen zijn? Dus het is niet zo dat die vragen helemaal niet werden gesteld, maar het werd wel gedaan. En er was niemand die zei, wat een waanzin is het eigenlijk. Dat zouden we nu absoluut niet meer zo zien. We zouden nu wel onmiddellijk roepen, what the fuck ben jij aan het doen? Dat kan toch nooit de bedoeling zijn? Dus ja, de grenzen schuiven op, maar tegelijkertijd is het zo dat er sommige dingen wel eigenlijk tamelijk voor de hand liggend zijn. Dat je mensen geen kwaad doet bijvoorbeeld, hè? Dat je mensen niet schade toebrengt. Dat is wel een zeer grondliggend principe aan ethiek, dat je dat niet doet. Maar dus dat zijn denk ik de soort van heel duidelijke zwart-wit grenzen waar je net ook eerder ook over had. Maar ja. Dat eigenlijk, ik kan me voorstellen, dat natuurlijk heel veel dingen te bedenken zijn die juist grijs zijn of schemergebied zijn. Ja. Bijvoorbeeld, we vinden dat je alleen met volwassen subjecten, onderzoeksparticipanten, onderzoek mag doen. Maar ja, dan hebben alle pedagogen een probleem, want die werken met kinderen. Moet je dan tegen die mensen zeggen, ja, sorry hoor, het houdt hier op? Nee. Dus dan wordt nagedacht hoe je toch op een fatsoenlijke manier met kinderen kunt werken. Mm-hmm. Nou, dan moet je toestemming vragen aan de ouders en die kinderen zelf, als ze enigszins capabel zijn, kun je het ook vragen. Maar niet iedereen vindt dat even vanzelfsprekend is. En niet iedere cultuur vindt dat even vanzelfsprekend is om met kinderen op een bepaalde manier om te gaan. Hoe lang kun je ze ondervragen bijvoorbeeld, hoeveel taakjes kun je ze laten doen. Mm-hmm. Bij de een kan het zus, bij de ander kan het zo. Dat verschilt. En daar heb je dan de vraag van, ja, wat willen we dan eigenlijk? Wat willen we met onze subjecten, onze participanten doen? Hoeveel... taakjes willen ze geven, hoeveel druk willen erop leggen. Ja, dat dus eigenlijk kan verschillen. Het feit dat überhaupt dit soort dingen dus verschillen over culturen en over tijden en plekken heen, geeft ook eigenlijk aan hoe grijs dit gebied eigenlijk is. Maar het is niet zo dat in de ene cultuur het ene wel kan en het andere helemaal niet. Mm. Dus de grijsheid geeft de discussie aan. En die is precies die we moeten voeren, de discussie van, ja, waar liggen volgens jou de pijnpunten? Hoe invasief is onderzoek? Hè? Dus hoe leidt een proefpersoon onder jouw onderzoek? Wat vind je toestaanbaar of toelaatbaar? Wanneer denk je, dit is de grens? Mm-hmm. Daar ergens, bij die discussie, begint het interessant te worden. Ja, dankjewel. Ik zie ondertussen pak de volgende vraag erbij. Felicitas vraagt, hoeveel invloed heeft de IRB in Nederland? Is het bijvoorbeeld mogelijk de uitvoering van een studie helemaal te stoppen? Kan je daar iets over zeggen? Ja, de IRB's die zijn dus vrij kort begonnen. In het medisch onderzoek is dat al veel langer. Medische ethische commissies bestaan al heel lang. Mm-hmm. En die hebben ook een grotere invloed dan wij in de sociale wetenschappen. Maar onze invloed, als je van invloed kunt spreken, is groeiende. Dus er bestaat meer en meer bewustzijn dat het moet. Mm-hmm. En het is vrij simpel. Als je kan nog steeds, denk ik, maar dan zou ik mijn jurist moeten raadplegen of het waar is wat ik nu zeg, dus hou me ten goede. Ik denk dat je onderzoek kan uitvoeren dat de IRB niet goed vindt. Je krijgt er niet geplaatst. Want tijdschriften vragen toestemming van de IRB. En als je het niet hebt, dan zeg je, ja, sorry, dat gaat niet door. En als er iets fout gaat, dan ligt de rekening op jouw bordje. Mm-hmm. Dan zegt ze, ja, maar je hebt het niet, je hebt geen toestemming gekregen. Er is iets fout gegaan. Je bent nu de klos. En misschien is het wel zo, of misschien gaan we die kant uit, dat is even de juridische kant ervan, die ken ik niet heel precies, mm-hmm. dat het zelfs helemaal niet zou kunnen. En ik denk uiteindelijk dat wel het geval zal zijn, over als het niet nu al is, dat het over een paar jaar het geval zal zijn, dat als een IRB zegt nee, dan gaat het niet door. Maar de IRB zegt meestal niet nee, die zegt, ik zie hier een probleem, en ik zie daar een probleem, kun je er iets aan doen? Mm-hmm. En er wordt er iets aan gedaan.
Ja, dus het heeft ook een sturende werking. Dat was een deel van mijn praatje, ging daarover. Het disciplinerende werking van IRB's die onderzoek een bepaalde kant uitstuurt. En ja, dat sluit dan aan op de tweede vraag eigenlijk van Felicitas. En dat is hoe groot de ethics creep in Nederland al is dan eigenlijk? Ja, dat weet ik niet hoe groot die is. Dat is moeilijk daar een maat aan te geven. Hè? Je kan niet zeggen, is het zorgwekkend of is het... Het is iets waar we discussie over moeten voeren. En dat we veel te weinig doen. Ook binnen de IRB's doen we dat niet genoeg, vind ik. Die zijn technisch. Die gaan over, is dit onderzoek oké? Okay? Voldoet dit aan de voorwaarden? Moeten we hier nog naar kijken? Maar niet, zijn we eigenlijk wel met deze manier van werken op de goede weg? Mm-hmm. Die discussie wordt niet veel gevoerd. En zou wat mij betreft meer gevoerd moeten worden. Dus als die ethics creeper is, ligt die wat mij betreft vooral daar... bij het ontbreken van een discussie over wat we aan het doen zijn. En ik weet, ik zit erin, dus ik vind dat ik mezelf ter discussie zou moeten stellen. En dat doe ik nu vanavond. Fijn, dankjewel. Rachel vraagt, wat zou er gedaan moeten worden met resultaten die onethisch verkregen worden? Mag hier nog gebruik gemaakt van worden? Daar is in mijn boek wordt daar een voorbeeld van gegeven. De nazi's hebben vreselijk onderzoek gedaan in de concentratiekampen. Mm-hmm. Hyperthermia-onderzoek, waarbij gevangenen in de kou werden neergezet, vastgebonden en die vroegen dood. En dan gingen ze kijken hoe lang duurt het voor iemand doodvriest. Hè? Leuk. Konden ze goed gebruiken in hun strategie in Stalingrad. Hè? Want ze waren toen de Russen bezig aan het vechten. Dus ze wilden weten wat hoe lang is de grens. Ze dat vol, Nou, zeer onethisch onderzoek. Maar na de oorlog, tot verbaas van iedereen, kwam de vraag op, mogen we het onderzoek gebruiken? Natuurlijk antwoord is nee. Dus als je het onderzoek gebruikt, is het alsof je met terugwerkende kracht de proefpersonen, die helemaal niet mee wilden doen aan onderzoek, toch nog consent geeft. Dat ze zeggen, ja hoor, ik heb jou mee laten doen aan mijn onderzoek, ik vind het goed. Nee, dat onderzoek kan absoluut niet worden gebruikt. Afgezien van het feit dat het ook nog een keer methodologisch niet goed was. Mm. Maar ethisch gezien zijn de meeste mensen over eens dat dat niet kan. Maar de discussie is wel gevoerd. Tot mijn verbazing gingen mensen zich dat afvragen. Kan je het onderzoek gebruiken? Ik dacht, het is zo vanzelfsprekend dat het niet kan. Mm-hmm. Maar en is dat was vlak na de Tweede Wereldoorlog? Nee, dat is in de jaren 60, 70 gevoerd. Okay. Dus één onderzoeker zag tot zijn verbazing dat een andere onderzoeker... botweg de statistieken uit dat onderzoek van die naties in een slide had gepresenteerd. En hij zei, wat is dat? Ja, dat is het onderzoek van die naties. Wat? Ja, dat gebruik ik. Nou, ik vond het ook waanzin. Ja, dat is een anekdote die de oren doet klapperen. Behoorlijk, in ieder geval ja. Bij mij. Malou vraagt... is het mogelijk om een samenwerking tussen politiek, bedrijfsleven en wetenschap voor je te zien, waarbij wetenschap niet is opgesloten in een bepaalde rol? Wat zou er voor nodig zijn om een gezonde samenwerking te stimuleren in die triple helix? Ja, die vraag wordt uitvoerig besproken in de literatuur. Dus daar wordt veel over geschreven nu, over die triple helix literatuur. En ik wil niet de indruk wekken dat ik daar alleen maar negatief over ben. Mm-hmm. Dat is helemaal niet zo. Het heeft ook allerlei hele positieve gevolgen. Het heeft tot allerlei vernieuwing geleid en stimulatie en tot alle interessante ontdekkingen zou je kunnen zeggen. Dus het heeft ook heel veel positieve kanten. Laat ik daarmee beginnen. Om een misverstand uit de weg te nemen dat ik daar tegen ben. Ik ben er niet tegen, maar ik vind wel dat die onderzoeker zich soms op glad ijs begeeft. En wat moet je doen? Nou, daar is nog geen goed antwoord op. Je kan zeggen, luister, ik werk samen met een aantal mensen. Dit zijn mijn belangen. Mm. Ik word betaald door die en die. En als je mijn onderzoek niet gelooft, nou ja, goed, dan snap je dat ik in ieder geval... dat je weet dat ik betaald word door deze figuur, of deze bedrijf. Je kan, dus dat is het op tafel leggen van je belangen, zeg maar. Dat wordt ook door tijdschriften gevraagd. Heb jij een belang met een bedrijf of iets dergelijks? En als ja, graag de naam van het bedrijf. Ja. Dus het maakt transparant, maar daarmee ontkom je nog niet aan die invloed. Mm-hmm. Ja, en die daar in literatuur zijn daar behoorlijk
ook weer oorklapperende voorbeelden van te vinden waarbij een onderzoeker gevraagd werd iets onder onderzoeken en die vond dan iets en het beviel de bedrijven niet. Die zeiden ze, nou luister, prima dat je het onderzocht hebt, maar het zijn onze data, we hebben ervoor betaald en ik wil niet dat jij publiceert. Mm-hmm. Knappe jongen die daar nog iets heeft, nou die onderzoeker heeft dat voor de rechter gebracht en gewonnen, heeft het wel gepubliceerd. Maar dan moet je wel zin hebben om naar de dat rechter juridische te stappen. Strijd aan te gaan. Ja. Met een bedrijf dat vele malen meer geld heeft dan jij. Hmm. En je universiteit moet ook zin in hebben, dat soort dingen. Dat zijn natuurlijk extreme voorbeelden, maar het geeft even aan dat die kwestie gevoelig ligt. En dat je soms je poot moet zuiver houden en zegt, dit is wat ik vind. En soms moet je ook water bij de wijn, dus je denkt, ja, er zit ook wel iets in. Hmm. Dit, opnieuw, een grijs gebied. Het is niet zo dat je iets helemaal niet mag en iets anders absoluut moet doen. Mm-hmm. Maar studenten die daarmee te maken krijgen, voor hun is het moeilijk. Hè? Dus ik heb af en toe studenten die stage lopen of zo. Ja, die krijgen met dit soort dingen te maken. Ja, dat is inderdaad wat ik me afvroeg. Hè, want en we hebben het nu echt over onderzoeksethiek en over welk soort onderzoek kan je wel of niet doen. In hoeverre is dit ook echt onderdeel van een opleiding? Als jij een opleiding doet tot psycholoog aan de universiteit, ja. Krijg je dan vakken onderzoeksethiek? Dat hangt van de opleiding af, maar zeker krijg je wel wat ethiek. Maar wat mij betreft mag het wel wat meer, wel wat uitvoeriger. Er mag wel wat meer aandacht aan worden besteed. Maar zeker is het zo dat aan dit soort kwesties wel aandacht wordt besteed. Maar niet zoveel als aan methodologie. Hè? Mm. Dus ik vind dat er wel iets meer mee mag worden geoefend met dat soort casussen die in het boek staan. Ik denk ja, die zijn voor studenten uitermate bruikbaar, want zij krijgen ermee te maken in hun bedrijf, in hun praktijk zo direct. Ja, jij wilt iets over studenten die stage lopen en eigenlijk dit dan eigenlijk direct al ervaren. Ja, of ze komen bij een onderzoekbureau te werken en daar is het duidelijk dat er één onderzoek een bepaalde uitkomst moet gaan hebben. Wat ga je dan doen als onderzoeker? Ga je dat dan inderdaad invullen of ga je er... Nou ja, zeg het maar. Dus dat is best ingewikkeld. Mm-hmm. En als je nog werkt als student voor de universiteit, dan moet je integriteit zien te behouden. Maar je wilt ook niet dat het bedrijf zegt, ja, maar aan jou hebben we niks. Mm-hmm. Je moet ze te vriend houden. Dat is net het echte leven. Kijk jij dan ook, want dat is, daar moest ik aan denken, we leven nu natuurlijk in de coronatijd en daarin zijn wetenschap en wetenschappelijk onderzoek speelt een belangrijke rol in het bestrijden van het virus. En we hebben het OMT en er is een red team. Hoe kijk jij daarnaar, hoe dat gaat en zeg maar dus die rol van wetenschap en in hoeverre zich dan, want ze zeggen dat ze geen politieke beslissingen nemen, maar... Ja. Lees zo af en toe in stukken dat daar natuurlijk toch wel een wisselwerking plaatsvindt. Ja, iedere beslissing is politiek, zouden sommige van mijn collega's zeggen. Ik wil niet noodzakelijk zeggen dat ik het dat ook vind, maar mm-hmm. Er zit wel een politieke dimensie aan een besluit. Waar gaat je aandacht naar uit? Dat is al een politiek besluit. Dat is één. En dan het tweede is dat ik vind dat... In het ONT, het Outbreak Management Team, OMT, mm-hmm. Of in andere onderzoek, nog wel erg weinig aandacht is voor de sociaal-wetenschappelijke dimensie ervan. Dus voor hoe mensen bepaald soort maatregelen ervaren, of vanuit wat voor soort rationale mensen... zich gaan gedragen naar regels. En die regels worden ons opgesteld, anderhalve meter samenleving. Ik denk dat we niet eens die regel hier hanteren. Dat geldt voor veel mensen, dames en heren. Het is heel moeilijk je aan te houden. Maar daar zou je wel iets meer aandacht aan mogen besteden, aan sociaal-wetenschappelijke kanten van. Wat maakt nu dat je daar dat je iets accepteert of niet? En zijn er verschillen tussen? En hebben die maatregelen uitwerking op bepaalde groepen mensen? Nou, mijn collega's zijn daarmee bezig, maar ik vind dat nog te weinig terugkeert in het beleid, mm-hmm. in de politieke visies daarvan. Nou, die gaan toch vooral over de R-factor en hoe je dan het beste mensen kan beschermen. Het is allemaal belangrijk, maar je wilt ook weten onder welke condities mensen meedoen. Mm-hmm. En dat kom ik niet tegen. Oké, dankjewel. Ik kijk nog even of er nieuwe vragen binnenkomen. Als er nog iemand is die thuis meekijkt, die nog een vraag wil stellen, kan dat nu. Even kijken, dan kijk ik even aan de kant naar mijn eigen aantekeningen.
Ja, ik vond het eigenlijk het verhaal dat je vertelde over de over die ontwikkeling van proefpersonen, dat het eerst eigenlijk gewoon de onderzoeker zelf was of zijn vrouw of kinderen. Ja. En dat het daarna eigenlijk bijna een soort van ontmenselijking is van de proefpersonen. Zit daar ook nog iets tussen? Is daar ook nog een andere variant in mogelijk? Of? Nou, vast wel. Maar de variant die wij nu gekozen hebben is dat wij steeds meer dat ontmenselijk hebben. Dus als ik onderzoek doe, dan moet ik bij voorbaat, de default modus is dat ik mijn proefpersonen niet ken. Ik noteer niks. Geen naam, geen leeftijd of een leeftijdscategorie. Op zijn best, alles wat als personal data wordt beschouwd, dat mag ik niet opnemen in mijn onderzoek. Tenzij het nodig is, dan moet ik aan mijn IRB, dat ik dat toevallig zelf ben, maar dan aan mijn collega's vragen, kan dat? Is dat toegestaan om persoonlijke data te verzamelen? Maar in principe doen we dat niet. Dus we weten niets van de mens. Mm-hmm. Enkel hoe lang die reageert, of hoe snel die dit, of hoe die... Maar niks. Die kant gaan we uit. We zijn... En daar... aarzelijk bij. Daar heb ik mijn kanttekening bij. Er zijn natuurlijk allerlei dingen mogelijk, allerlei varianten mogelijk, waarbij je veel meer wel jouw participant betrekt bij je onderzoek. Mm-hmm. En ook als erkend als iemand die iets te zeggen heeft. Maar dat vergt wel een andere visie op onderzoek. Dan moet je niet meer zo geïnteresseerd zijn in alleen maar variabelen die met elkaar correleren. Dan zou je ook iets anders moeten willen onderzoeken. Dat zie ik nog niet gebeuren, of nog niet zoveel. Wel in sommige onderzoeksterreinen, maar veel standaard psychologisch onderzoek. Als ik mijn collega's even de maat mag nemen, dames en heren. Sorry collega's. Dan is het toch wel heel erg gericht op die variabelen. Van ik denk, die variabelen, lees het boek van Michael Billick. Je doet alsof het iets is, maar het is niks anders dan een construct. En ik zou willen dat de construct... gaat over de persoon. En niet de enkele persoon, maar toch de personen met wie je te maken hebt. Dat, dus met andere woorden, dat er rollen zijn, rollen worden gecreëerd in ons onderzoek voor de participanten. En dat ze niet alleen maar in een gescripte werkelijkheid terechtkomen waar helemaal geen ruimte meer voor ze is. Dat zou ik willen. Dat het eigenlijk om eigenschappen gaat in plaats van om mensen. Van alles dan nog wat, maar in ieder geval niet een gescripte werkelijkheid. En misschien is het naïef of is het iets, ik weet het niet precies wat, is het een verlangen naar, weet ik veel, de goede oude tijd? Dat zeker niet, dat wil ik niet. Maar ik zou wel willen dat onze onderzoeksparticipanten deelnemers werden van onderzoek in plaats van artikelen die je gebruikt. Duidelijk, dankjewel. Ik kijk of ik nog een vraag heb binnengekregen. Leuk, al die vragen, mensen. Ja. Misha heeft nog een vraag. Die vraagt, wat leren psychologen van... romanpersonages. En we hebben natuurlijk een beetje gehad over de link tussen psychologen en tv-series of tv-media, maar literatuur. Ja, in de jaren 50 was dat een groot ding. In Utrecht had je Utrechtse school en dan had je figuren als Langeveld en Buitendijk en Rümke, psychiaters. En die hielden zich bezig met literatuur. Die lazen die boeken van Vestdijk en zo. En die waren zeer geïnteresseerd in de karakters en ook Franse literatuur. Sartre was ook, die schreef trouwens zelf ook romans. Dus die link tussen literatuur en psychologie in de jaren 50 en 60 nog een beetje was heel groot. Maar die is helemaal verdampt. Dus daar is niks meer van over. Voor de psychologen nu is er romans. Nou, ik ken heel veel collega's die zeggen, ik lees geen romans. Is er nog een specifieke reden voor dat op een gegeven moment is weggevallen? Nou, ja, weet ik eigenlijk niet of daar een reden voor is. Het is een cultuuromslag. We zijn empiristen geworden in de sociale wetenschappen. We zijn gaan tellen en gaan meten en dat is kennis. En al die romans, ja, dat lees je dan maar in je vrije tijd of op vakantie. Maar voor de rest houden we ons niet meer bezig. Dat is wat er gebeurd is in de jaren 60. Dat kun je leuk vinden of niet, maar en waarom dat gebeurd is, ja, dan moet je eigenlijk een cultuursocioloog vragen. Mm-hmm. Wat er dan precies allemaal gebeurd is, invloed van Amerika en invloed van tijdschriften. Tijdschriften kun je goed publiceren als je data hard zijn. Mm-hmm. Maar zachte data, zoals gelul over een romanpersonage, die krijg je nergens gepubliceerd. Dus dat doe je dan niet, hè? Dus al dat soort motieven spelen ongetwijfeld een rol. Maar wat nou het belangrijkste motief is, weet ik niet. Dank je wel, Jaap, voor je enthousiasme en je verhaal. My pleasure.
Ja, ik wil graag de kijkers thuis bedanken voor jullie aandacht en voor jullie vragen. Jaap heeft in zijn verhaal net een aantal boeken en schrijvers genoemd. Ik hoop dat jullie over een paar weken weer toegang hebben tot de bibliotheek en dan deze boeken hier kunnen lezen. Of misschien heb je ze zelf in de kast staan en dan kan je ze ook lezen. Studium Generale gaat gewoon door. Op 26 november zouden we hier eigenlijk een film laten zien. Maar we kunnen de film niet laten zien. Dus we zijn ook bezig daar een online variant van die lezing te maken. En tot die tijd zien jullie graag terug op onze website. En wens jullie een fijne avond. Dankjewel.